Goedenavond, dames en heren. Een nieuwe kerngroep van gemeentelijke bestuurders gaat het werk overnemen van de commissie Schaefer, namelijk het opzetten van de sociale vernieuwing. De commissie Schaefer is vanavond opgeheven. Ze heeft haar taak volbracht, aldus minister Dales. Vorig jaar begon de sociale vernieuwing onder leiding van de minister. De commissie Schaefer en gemeenten moesten beleid ontwikkelen om achterstandssituaties en armoede te lijf te gaan. Op een feestje nam de commissie vanavond afscheid. Het kabinet is tevreden, de sociale vernieuwing heeft wortel geschoten. Het kan een nachtkaars worden of een fakkel. Ik vind dat het een fakkel moet worden. En als je ziet wat er in die jaar dat het pas in de gemeentes draait, hoeveel er al meedoen en wat er van de grond is gekomen, lukt het volgens mij niet om het te doven, maar doe het dan ook echt, hè? Dus maak er dan een fakkel van. Om de sociale vernieuwing verder op weg te helpen, moeten bureaucratische barrières worden opgeruimd. Een nieuwe kerngroep van 3 gemeentelijke bestuurders gaat daarover adviseren en bemiddelen tussen gemeenten en Rijk. Ik hoop dat ze zullen bemiddelen dat gemeenten ook werkvoorstellen zullen leveren. Misschien daar in eerste instantie ook bij helpen. Dat zij dat ook nader zullen mobiliseren en bewerkbaar maken. Ook voor nadere maatregelen van de Rijksoverheid. Er moet nog veel versoepeld worden, versneld, mogelijk gemaakt. De leden van de commissie kregen als afscheidscadeau ieder een glas met een scherpe punt. Het zwaard van de sociale vernieuwing, noemde de minister het. Eind volgend jaar gaat de wet sociale vernieuwing naar de Kamer. Het gemenebest van Slavische en andere republieken is er nog niet en daarom moet Sovjet-president Gorbatsjov wachten met aftreden. Dat heeft minister Shevardnadze gezegd op het congres van de door hem opgerichte Beweging voor Democratische Hervormingen. Shevardnadze heeft Gorbatsjov geadviseerd zijn beslissing om af te treden niet overhaast te nemen. Volgens Shevardnadze is de afbraak van oude structuren in volle gang, terwijl de opbouw van nieuwe nog niet is begonnen. Daarom is een coördinerend orgaan nodig om in etappes het gewenste doel te bereiken. In het Kremlin werd Gorbatsjov vandaag bezocht door de Duitse rockgroep The Scorpions. De band maakte een hit die was geïnspireerd op de veranderingen in de Sovjet-Unie sinds Gorbatsjov begon met de perestrojka. Het nummer werd een gouden plaat en de band gaf Gorbatsjov 2 cheques van elk 50.000 mark. Het geld is bestemd voor apparatuur in kinderziekenhuizen in Moskou en Smolensk. De Veiligheidsraad van de VN is in New York voorlopig akkoord gegaan met het sturen van waarnemers naar Kroatië om de komst van een VN-vredesmacht voor te bereiden. What is being suggested is that the steady build-up towards a peacekeeping operation it should be continued so that if the conditions for a peacekeeping operation were fulfilled, and that means an effective ceasefire, then the UN would be ready to move in quickly if the Security Council gave the green light. Maar voorlopig is het einde van de gevechten nog niet in zicht. Het Kroatische stadje Pankrac, ten oosten van Zagreb, is vandaag weer beschoten door het federale leger en Servische guerrilla's. Het vuur werd beantwoord door Kroatische gardisten. Ook de Kroatische havenstad Zadar werd beschoten. Maar er was ook een lichtpuntje. Het federale leger is begonnen mijnen te verwijderen rond een militair vliegveld in Zagreb. De opruimactie werd begonnen nadat het leger al het materieel van de basis had teruggetrokken. De sinds vrijdagavond vermiste secretaresse van de zakenman Leon Melchior is terecht. Ze heeft zich vanuit een café in de Belgische grensstreek bij de politie in Maastricht gemeld. De politie gaat na wat er precies is gebeurd, maar sluit ontvoering vooralsnog niet uit. Het akkoord tussen de Europese gemeenschap en de Europese vrijhandelsassociatie, de EFTA, is ongeldig verklaard door het gerechtshof van de Europese gemeenschap. De onderhandelingen zullen moeten worden heropend. Dit meldt de Deense staatsradio. De EG-commissie bespreekt de conclusie van het gerechtshof morgen. Maandag bekijken de ministers van Buitenlandse Zaken van de EG hoe het verdrag dat bijna de helft van de wereldhandel omvat, kan worden herzien. Het weer tot slot. Vannacht zijn er mistbanken en plaatselijk is het glad. Het vriest ongeveer 6 graden. Morgenmiddag wordt het met redelijk wat zon een graad of 5 boven nul. Dit was het laatste journaal van deze zaterdag. Ik wens u goedenacht en welterusten.